Alright, cheers, squared on a new slang. All the time, licky licky. When me say licky licky, me mean sex. We ain't seen. Alright, listen. Alright. Me na licky licky she na licka me. She na licky licky me. Me na licka her. Cheers, squared me tell them. Cheers, squared me tell them. Alright, boom. Cheers, squared me never licky licky ya. Name coulda be Nikita. Half of me. Cheers, squared me never licky licky ya. Me a wait till me married my girlfriend. Na. Me na licky licky ya. Name coulda be Samantha, half of me. Cheers for me never licky licky ya. Me a wait till my married my girlfriend. Na then. Me don't want na them. Could be sexy like the girls I'm in the Playboy mansion. Everything outside no imagination. Me need to see she and she birthday suit. Loving she eyes what hate is she root. Watch me in a picture find me look cute. Me tell she my girlfriend. Tell me that already that is the truth. So yeah me shoot. Me na licky licky ya. Name coulda be Nikita. Half of me. She's coming never licky licky ya. Me a wait till my married my girlfriend. Mr. Preacher Man, I don't want no trouble. I just came to praise and worship with my brothers. Praying to the Lord and hoping He forgive us. I want God to save us, don't want the streets to kill us. I'm like Mr. Preacher Man, I don't want no trouble. I just came to praise and worship with my brothers. Praying to the Lord and hoping He forgive us. I want God to save us, don't want the streets to kill us. I'm like Mr. Preacher Man, please don't be alarmed. We just come to pray, we don't mean no harm. I see how you're looking, of course we ain't perfect. We figured if we came to see Jesus, it would be worth it. We live up the block, and I know you seen us running from the cops. All this senseless killing, we won't get stopped. We want you to know, sir, if you don't let us in, we have no place to go, sir. This isn't easy. Jesus loves you. For me to admit, I got a fire inside and some words I know. This isn't easy. Jesus loves you. For me to admit, I got a fire inside and some words I know I can't keep in. I see faith turning into a show of Sundays and sermons and works getting caught in the flow. Oh, but we got real pain and real fears thirsting for the drying of our real tears. It's not satisfying anymore. Ain't it true that the veil was torn? I don't need no stained glass to be washed in His blood. I don't need no perfect put together pretty words to be enough. No, I want Jesus and His real love, something that I crave deep inside. Productions. Gotta get closer to you, gotta get closer. 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 I wanna be close to you, Father, in your arms. That's where I can face the disaster. Give me joy and bring me laughter. My load is heavy, road is rocky. All my fans are depending on me. Got to stay strong for my wife and my family. It's not easy, just believe me. Less of me and more of you. I wanna
do what you want me to. Less of me and more of you. I wanna be who you want me to. Less of me and more of you. I wanna do what you want me to. Less of me and more of you. I just wanna be closer to you. Closer. Wist je dat de tijd geen stem heeft, maar toch altijd een boodschap heeft? En als ik nu kijk naar de tijd, dan geeft het mij als boodschap dat ik een boodschap aan jou moet geven. En de tijd in ons leven is een belangrijke factor. Hoe kunnen we leven zonder tijd? Omdat tijd zaken ordent. En een van de belangrijke zaken in jouw leven is om te weten wat de tijd aan jou zegt. Als je kan horen en kan luisteren en kan begrijpen wat de tijd heeft aan boodschap, dan ben je op de goede weg. Omdat je daar niet doelloos rond gaat lopen en gaat leven. Het is net als in de ochtenduren, wanneer je opstaat en je kijkt naar de klok en je ziet het is 6:30. Dan zegt de tijd aan jou, je moet opstaan, je moet haast maken en je moet je klaarmaken. Wanneer je weer naar de klok kijkt en je ziet het is 7:00, dan zegt de tijd aan jou, je moet nu uit huis, anders ga je laat zijn. Wanneer je de klok kijkt en je bent nog niet uit huis en het is reeds 7:15, dan geeft de tijd een boodschap en een message. En die tijd zegt, je moet je haasten. En in deze tijd is het belangrijk, omdat Mozes het zo mooi zei. En hij vroeg aan God en hij bad dit gebed. En hij zei, teach us to number our days. En ik vroeg me altijd af, maar is het geen vreemde vraag? Is het geen vraag die nooit een antwoord zal hebben? Maar Mozes had wat wisdom. Want wij weten niet wanneer we gaan. Jij en ik, we weten niet wanneer we gaan. Maar we kunnen wel berekenen hoeveel tijd we nog ongeveer hebben. En die tijd dat voor ons ligt, want het gedeelte ervoor zegt, als we 70 halen, zijn we gezegend. Als we 80 halen, zijn we sterk. Met andere woorden, als jij nou 20 of 16 of 15 of 30 bent, bereken maar en trek maar af hoeveel tijd je nog hebt. En een van de dingen voor alle jonge mensen vandaag de dag, de boodschap die de tijd geeft aan jou, jonge man, jonge dame, is dat je studeert. Tijd voor andere dingen, dat komt later. Want de boodschap die de tijd zal brengen, wanneer het zover is, zal duidelijk zijn. Het zal gewoon duidelijk zijn dat de tijd je gaat zeggen, hé, nu is het tijd hiervoor en hiervoor. Maar het is belangrijk dat je nu als jonge man, als jonge dame gaat begrijpen, welke boodschap heeft de tijd vandaag voor mij? En één ding, dat loopt als een rode lijn dwars door het leven heen van elk persoon in elk facet en elke leeftijdsgroep, dat is duidelijk. Een van de zaken is de boodschap die de tijd geeft en dat geldt voor iedereen, jong en oud. Het maakt niet uit wat de maatschappelijke status is. Is dat de tijd de boodschap heeft, dien de Heere nu het nog kan. Dat is de boodschap die God geeft. Dien Jezus, heb een relatie met God. Dat is die boodschap die de tijd nu heeft. Maar natuurlijk in elk persoonlijk leven moet jij gaan begrijpen en gaan ontdekken. Wat is de boodschap die de tijd heeft? De tijd heeft geen stem, maar het heeft altijd wel een boodschap.